De vader van de dode baby, die in maart in Oosterhout werd gevonden, is donderdag vrijgelaten. De hechtenis van de moeder is met veertien dagen verlengd. Het echtpaar is twee weken geleden aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van de baby. Eerder maakte het Openbaar Ministerie in Breda bekend dat verhoor en DNA-onderzoek uitwees dat de verdachten de ouders zijn.